Welkom bij de Flessenman. Mijn naam is Niels Velds, ik ben klustermanager en we nemen je graag mee voor een rondleiding. De Flessenman is gelegen aan de Nieuwmarkt midden in het centrum van Amsterdam. We bieden hier op 3 etages 24 uur zorg voor 52 cliënten. De bewoners hebben aan hulpvragen een lichamelijke aandoening of bijvoorbeeld dementie. We staan nu in de ontmoetingsruimte van de Flessenman. Hier worden de maaltijden en activiteiten aangeboden. In de ontmoetingsruimte worden de maaltijden vers bereid door een kok. De bewoners worden ondersteund door een multidisciplinair team. Dat bestaat uit het zorgteam en het behandelteam, zoals de artsen, psycholoog, bewegingsagoog en een fysiotherapeut. Mijn naam is Bianca Pietersen. Ik ben een van de 3 coördinatoren in locatie De Flessenman van Amsta. Momenteel staan we in de kamer van een van de bewoners van De Flessenman. Het leuke is, zoals u ziet, dat u eigen spullen kan meenemen om het huiselijk gevoel te creëren. De kamer wordt opgeleverd met een keukenblok en een koelkast. In de badkamer is een toilet, een wasbak en een douche. Beddengoed kan u voor kiezen of u kan het via Flessenman krijgen of uw eigen beddengoed. Handdoeken, washandjes is ook inbegrepen. Alle kamers hebben een oppervlakte van 32 vierkante meter. Tevens biedt de Flessenman de mogelijkheid voor de bewoners om naar de pedicure te gaan. Die komt momenteel 1 keer in de 6 weken. Fysiotherapie, tandarts, mondhygiënisten volgens schema. En de kapper is ook aanwezig 1 keer in de week. Dat is wel tegen betaling. Flessenman biedt voor de bewoners die willen diverse activiteiten aan. Bijvoorbeeld een koffieochtend met krant lezen, bewegen op muziek door de bewegingsagoog, fietsen onder begeleiding van de bewegingsagoog. Een schoolmiddag, in de weekenden komt er vaak of een pianist of een zanger of gewoon een gezellig praatje met elkaar. Heeft u interesse in een persoonlijke rondleiding? Neemt u dan contact op met het cliëntenservicebureau van Amsta.